Dankjewel, Wendy. Go for it. Fijn om hier te zijn. Fijn dat jij mij zo fijn even aankondigde. En leuk om jullie te zien. Kijk even goed in de zaal wie we hier hebben. Ik zie een bekend gezicht vanuit Zwolle. Ik kom uit Zwolle. We gaan het vandaag hebben over van wereldproblemen en WordPress. En ik heb er toegevoegd en een reisje tussenin. Want het is een beetje een mooie reis. Ook mijn reis die ik ga beschrijven. En daarin zijn allerlei bochten die we nemen. Maar we beginnen bij de wereldproblemen. Maar eerst over mij eventjes. Erik Joling, dat is mijn naam. Ik ben 10 jaar actief in de WordPress-gemeenschap. In de WordPress-wereld. Ondernemer. Webdesigner. Ik ontwikkel met name thema's voor maatwerkklanten. Vaak voor klanten. Ik ben al lange tijd bezorgd over de wereld. En dat doet ook wel wat met me. En 2,5 jaar geleden heb ik het weblokaal opgericht. Met als doel duurzame websites voor een betere wereld. Dus een samenwerkingsverband met een andere WordPresser. Ik heb mijn huurwoning begin 2022 opgezegd. Dus ben ik op een bepaalde manier ook op reis gegaan. Ik liep tegen wat dingen aan. Waarvan ik dacht van, ik heb ruimte nodig. Ik zoek mezelf en ik zoek ook de wereld vanuit een gevoel van vertrouwen. En ik ben zo nu en dan activistisch bij Extinction Rebellion. Wie kent hier Extinction Rebellion? Wie kent Extinction Rebellion niet? Nou, goed. Heel in het kort. We zijn een beweging die activistisch zijn om het klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit, om dat hoog op de agenda te krijgen, omdat we zien dat dat een zeer groot probleem is. Maar ik wil het eerst even breder aanpakken. Wereldproblemen. Het is een beetje een therapeutische sessie in het begin. Ook voor mijzelf. Dus ik zal hier wel even een startje doen. De wereldproblemen. Ik heb soms het idee dat die wereldproblemen die er zijn, ik ben er best wel gevoelig voor, in het nieuws die je ziet om je heen ook direct, overstromingen in Limburg die onlangs zijn geweest, hittegolven, droogtes, dat die op mij drukken en dat ik dan soms door mijn hoeven ga en even niet meer kan en het naast me neer moet leggen om die ruimte te kunnen hebben om daarover, om te kunnen ademen. Jullie zijn hier ook naartoe gekomen naar deze presentatie. Ook eigenlijk mijn medeleven ook wel een beetje aan jullie. Omdat ik vermoed dat jullie ook wel wereldproblemen zien en je er ook wel zorgen over maken. Of je bent heel nieuwsgierig van welke wereldproblemen hebben we het over. Wie kent het gevoel dat hij last heeft, of wie maakt zich ook zorgen over de wereld? Kijk, nou ik zie allemaal handen. Ja, daar ook, dankjewel. Welke problemen maken jullie je zorgen over? Kernoorlog. Ja. Dat lijkt mij nu op dit moment meest reëel. Mm-hmm. Dankjewel. Footprint van mensen. Footprint? In welke context? Ja, ik denk consumeren. Ja. Zonder over nadenken of zo. En welke problemen zie je daarin? Weet ik veel. De bomen gekapt worden of bol.com laten rijden voor NOP. Terwijl er een keer om de hoek zit. Dat soort dingen. Dankjewel. Zijn er nog andere? Ja? De invloed van de multinationals. Op voeding, medicijnen en de hele. Ja, dus daarin eigenlijk hoe we als mensen met elkaar omgaan ook. En ook de. Dat wordt helemaal gestuurd en je hebt eigenlijk heel weinig invloed, denk je tenminste, op die grote multinationals die eigenlijk zelfs regeringen overlopen. Wauw. Ja. Ja. Klimaat, heb je niet horen noemen? Klimaat, ja. Ja, in klimaat als in? Overstromingen, hitte, er is niet zoveel gaande en wordt niet beter als we niet iets ja. Ja. Sociale onrust. Ja, sociale onrust, ja. Ja. En het hangt ook denk ik allemaal wel een beetje samen met elkaar. De sociale onrust, de klimaatverandering, de kloof tussen arm en rijk of de multinationals,
die ook een invloed uitoefenen. Nou, waar ik mij vooral zorgen over maak, en dat wil niet zeggen dat die andere problemen er niet zijn, maar waar ik me vooral zorgen over maak, is klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. En dat haakt ook weer in met andere dingen, zoals bijvoorbeeld de sociale onrust. Klimaatverandering. Ja, daar ga ik ook gewoon eventjes een klein beetje dieper op in. Ik ga het niet helemaal uitleggen, we weten het allemaal wel een beetje. Maar we willen toch even kijken, wat is er nou eigenlijk? Klimaatverandering, of zoals we ook kunnen zeggen, de ontwrichting van het klimaat, is de opwarming van het klimaat. En dat komt doordat we extra broeikas uitstoten die in de dampkring terechtkomen. En die extra broeikas, zoals dat kan CO2 zijn, methaan, van alles. En dat heeft tot gevolg dat, ja, het warmt op. Dit is eigenlijk een modellering van wat er eigenlijk gebeurt. Elke verticale streep is een jaar tussen 1860 en 2020. En het basisreferentie is 30 jaar. Het klimaat wordt over 30 jaar wordt het gemeten. En het basisreferentie is 1970 tot en met 2000. Je kunt zien welke jaren koeler zijn en welke jaren warmer zijn. En hier, ik vind deze heel duidelijk. Zodat je kunt zien dat het eigenlijk dit zijn de laatste 20 jaar. Zie je dat er onmiskenbaar een opwarming plaatsvindt. En we kunnen hier niet kijken nog, maar er zijn wel scenario's en modelleringen die dit voorspellen of verwachten. En die zijn zeker zo oud. Deze kun je trouwens vinden op showyourstripes.info. Daar kun je ook nog andere grafieken op terugvinden. Dit gaat over de wereld, maar je hebt ook nog die van Europa bijvoorbeeld. En ik schrok er onlangs van dat was denk ik een paar weken geleden, dat er in het nieuws kwam dat Europa al 2 graden warmer is. De wereld praat je over gemiddelde van 1 graad, gemiddeld gezien. Maar Europa lijkt dus al 2 graden warmer te zijn dan voor de industriële periode. Ja, en gevolgen. Jij noemde het ook al even. Klimaatverandering is eigenlijk ook een soort van container iets wat heel veel gevolgen heeft. De aarde warmt op, of de atmosfeer warmt op, het klimaat warmt op en het heeft tot gevolgen bosbranden, stijging van de zeespiegel, verzuring van de oceanen, voedselschaarste, wat het ook weer teweeg brengt, die droogtes, hittegolven, stormen, zwaardere stormen, zwaardere stortbuien. Ik heb dik gedrukt de afname van biodiversiteit, daar kom ik straks nog even op terug. Voedselschaarste, dus vluchtelingenstromen, armoede, hongersnood, oorlog en conflict. Ja, ik gooi het er allemaal even in deze vrijdagochtend. Plus nog meer klimaatverandering door middel van tipping points. Kennen jullie tipping points? Wie kent tipping points niet? Nou, dat zijn dus eigenlijk door de klimaatverandering die ingezet is, onbewust, of die zich inzet. En ontstaan er eigenlijk processen waardoor er nog meer klimaatverandering ontstaat. Bijvoorbeeld het ontdooien van de permafrost. Daardoor gaan er waarschijnlijk hele grote hoeveelheden methaan vrijkomen. En die komen in de dampkring terecht, waardoor dus nog meer broeikasgassen in de dampkring zitten en we nog meer klimaatverandering krijgen. En daar hebben wij als mensen weinig invloed op. Dus dat is eigenlijk los van ons. Nog een voorbeeldje zijn de ijslagen, die bijvoorbeeld op de Noordpool zijn. Als die smelten, wit ijs, dat weerkaatst de zonnestralen sneller, dus het gaat eigenlijk weer terug de lucht in. Terwijl eigenlijk, als het witte verdwijnt, dan wordt er meer warmte opgenomen en dat komt dan ook, wordt dan vastgehouden waar er ook de klimaatverandering doorzet. Ja, nou, daar hebben we er eentje gehad. Dan ik heb hem niet gehoord net. Had iemand hem in het achterhoofd? Ja, ik zie een paar handen. Dat hangt met elkaar samen, maar het is ook echt een losstaand iets. Afname van biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid van planten en dieren, om het zo maar te zeggen, op aarde.
En er vindt momenteel een grote uitsterving plaats. En dat zijn, is een gedeeltelijke uitsterving in regio's, maar ook gehele uitsterving op de hele aarde. Ja, en dat komt door menselijke activiteiten. Dus aantasting van leefomgeving, dus land en zee. Directe exploitatie van dieren of planten. Dus jagen, vissen. Milieuvervuiling. Dus nou ja, eigenlijk de troep die wij in het milieu achterlaten. Invasieve soorten. Nou, als ergens een nieuw soort komt, die kan de balans doorbreken eigenlijk. En daardoor kunnen andere soorten moeilijker krijgen. En klimaatverandering. Waar heel veel dieren en planten dus ook moeite mee hebben om zich staande te houden in alle veranderingen die plaatsvinden. Want zij zijn erop op ingesteld, net als ons eigenlijk. Ja, en ik vind dit best wel schrikbarend. Tijdens mijn presentatiesterfde hebben we naar verwachting 5 soorten uit. En tijdens WorldCamp 312 soorten, planten of dieren heb ik het over, en die sterven in zijn geheel uit en die zullen dus nooit meer op deze aarde rondlopen. Tenzij we misschien gaan klonen, maar goed, dat is een hele heftige en een hele, nou daar wil ik het niet over hebben. 55.000 soorten in een jaar, dus als wij volgend jaar weer WorldCamp hebben, zijn 55.000 soorten uitgestorven naar verwachting. En normaal, en de basissnelheid is 1 tot 5 soorten per jaar. Dus dat zegt al hoeveel... Ja, hoe de verhouding ligt en hoe schrikbarend het is. En de bron is IPBES, dat is een organisatie die zich bezighoudt met de biodiversiteit op Europees niveau, geloof ik. Ja, en dit heeft dus ook tot gevolg dat ecosystemen verdwijnen en verarmen. Als planten of dieren wegvallen die op elkaar aangewezen zijn, dan er wordt een ecosysteem wordt armer of verdwijnt helemaal. Goed, ja, wat heeft dat eigenlijk, hè? We voelden denk ik allemaal wel een beetje, het verliezen van diersoorten, het uitsterven, maar het heeft ook, los van die intrinsieke waarde, heeft het ook nog heftige andere gevolgen. Dus de verarming van bodemkwaliteit, dus als dieren, planten, als die wegvallen, dan wordt de bodemkwaliteit verarmd. Voedsel- en medicijnschaarste, en gewassen zijn ook, natuurlijk ook gewoon planten die we verbouwen, en als daar minder van beschikbaar komt, dan kan er een schaarste ontstaan, minder schone lucht, nou ja, met bomen die bijvoorbeeld wat opnemen en vervessen, water ook, minder bescherming tegen weersomstandigheden, zoals droogte, warmte en regenval, en plagen, zoals een ecosysteem uit de verband raakt. We hebben bijvoorbeeld met de eikenprocessierups gemerkt, als het te homogeen wordt, dan zien bepaalde soorten een kans om te gaan woekeren, dat doen ze niet bewust natuurlijk, maar ja, zij hebben ruimte om voor te planten. En er zijn geen natuurlijke jagers die dat tegengaan. Nou, dan krijg je een scheve verhouding en dus plagen. En dan nog meer klimaatverandering. Want als bossen verdwijnen, dan is er minder, zijn er minder planten om die CO2 op te nemen. Plus dus nog meer afname van biodiversiteit. Want hier zit ook dus een soort van rollend effect in. Dat als... ik noemde het net al, als er een ecosysteem verarmt, dat een probleem voor andere soorten teweeg kan brengen. Dat heeft ook te maken bijvoorbeeld met de voedselketen. Als een bepaald soort wegvalt en een ander soort iets hoog staat in de voedselketen, is ervan afhankelijk. Dan heeft hij geen voeding meer, dus zal hij het ook moeilijk krijgen. En wij mensen staan in principe bovenaan de voedselketen, maar als alle soorten het onder ons moeilijk krijgen, ja, dan is er voor ons ook minder. En of we bovenaan de voedselketen staan, is natuurlijk ook wat over te zeggen. Goed, ik wou nog even noemen Extinction Rebellion. We voelen het allemaal wel een beetje. Er zijn heftige problemen. En dit is de loop van Extinction Rebellion. Ik ga er verder ook niet op in, het was een knipoogje. Maar mocht je daar naar willen kijken, spreek mij later even aan of kijk even op de website of op internet. Er zit een samenhang in. Ik heb nu de problemen een beetje beschreven. Maar er zit een samenhang in tussen wat wij doen en ook, ik heb het ook achtergezet, verborgen impact. Een aantal voorbeelden heb ik genoemd. Kleding, ICT, transport en voedsel. Maar er is van alles te bedenken. Gisteren is ook al het een en ander genoemd tijdens een paar talks. Maar alles heeft invloed op watergebruik, landgebruik, uitstoot van broeikasgas en vervuiling.
om even een voorbeeld te noemen van de verborgen impact, een spijkerbroek kopen. Een spijkerbroek, daar hebben ze onderzoek naar gedaan. Door het te produceren, door het te verbouwen, het katoen wat erin zit bijvoorbeeld, 10.000 liter water wat verbruikt wordt. En ja, dat heeft flinke impact op gebieden waar ook al water schaarste is bijvoorbeeld. Er worden chemicaliën gebruikt voor kleding, wat dus weer troep veroorzaakt. Een spijkerbroek is ook 32 kilogram CO2 wat daarbij gepaard gaat. Het is een samenvatting eigenlijk van hoeveel het is bij de productie van een spijkerbroek. De ene spijkerbroek is de andere niet. Of het biologisch wordt verbouwd, maakt dan ook weer een verschil. Maar het wordt grofweg kun je het daarin samenvatten om er wat mee te kunnen om er beleid op te maken. En soms zijn er bij kleding ook slechte arbeidsomstandigheden. Wat is weer sociale onrust veroorzaakt? En als die sociale onrust er is, dan is er ook minder ruimte om aandacht te hebben voor klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Want als jij het moeilijk hebt, ja, hoeveel ruimte heb jij er dan voor? Dat ik hier sta, dat is eigenlijk al best wel een... Ik prijs me gelukkig dat ik hier mag staan en dit mag vertellen, want ik heb de luxe en de ruimte om erover na te denken. ICT is gisteren ook al eventjes genoemd. Het internet, als dat een land zou zijn, zou dat de zesde grootste uitstoter van de wereld zijn. De aanschaf van een laptop, ik schrok er wel even van, maar een aanschaf van een laptop is 330 kilogram CO2. Ik wil nog even eentje uitpikken, wat vond ik ook wel een heftige, is transport en dat is vliegen. Een retourtje Bali, daar wordt 400.000 liter kerosine verbruikt. En 1 liter kerosine is ongeveer 2 kilogram CO2. Dus moet je maar nagaan, dat staat er gelijk aan ongeveer, want het is, ik weet niet of het precies CO2 is wat het uitstoten. Maar het wordt ook nog eens direct in de atmosfeer uitgestoten. En dat heeft tot gevolg dat eigenlijk 400.000 liter, ja, dat is 800.000 kilogram CO2 voor een retourtje Bali. Dus ik noemde net al die spijkerbroek van 32 kilo CO2, maar vliegen heeft echt een hele grote impact. En het is natuurlijk niet, we kopen niet 1 spijkerbroek in een jaar. Je hebt meerdere kleding, dus dat telt ook wel op. Maar een vlucht is, het kost gewoon veel het verbruikt veel CO2. Ja. Ja. Ik ga nog even één stapje dieper. Eigenlijk de samenvatting is denk ik, de balans is zoek. Want wij, het natuurlijke evenwicht waar wij goed op gedijen, waar heel veel planten en dieren goed op gedijen, want zij zijn zo ontstaan met dat evenwicht, die zijn we in een rap tempo aan het verstoren. En ik denk dat dat te maken heeft met ons verlangen naar groei en gemak. En dat daarin zijn doorgeschoten en dat raakt de gehele natuur en ook onszelf. Maar, ja, wat is daar de oorzaak? Ik ben dat ook bij mezelf gaan afvragen. Wat is de oorzaak van dat we dat doen? Want niemand wil de wereld problemen die er zijn veroorzaken. En niemand wil dat er zoveel dieren uitsterven, of planten. En dat we uiteindelijk zelf ook geraakt worden. En al geraakt worden op dit moment. Ik denk dat de oorzaak is dat we te veel nemen, dat het zo is samenvat, en dat we te weinig geven. En dat is makkelijk gezegd. Maar door dat te doen, dan putten we de natuur uit, we putten elkaar uit en we putten onszelf uit. En dit geldt niet alleen op de wereld aan zich. Ik denk dat dat ook geldt in kleinere werelden, in subsystemen. Bijvoorbeeld ook WordPress. Als wij te veel uit de WordPress-wereld nemen en te weinig teruggeven, dan zal de ecosysteem ook in elkaar storten. Maar waarom? Dat het zo is, en dat hoeft niet voor iedereen zo te gelden, maar dat het in het geheel zo is. Waarom nemen we te veel? Waarom geven we te weinig? Hebben jullie daar een antwoord op? Kapitalistisch. Mm-hmm. Mooi om dat te horen. Ja? Ja? Je ziet niet direct de impact of verband tussen wat jij doet en hoe het dan in de globalisering, zeg maar, zit de hele wereld. Dat is de ellende. Wow. Ja, goeie. Dan is het ook veel te makkelijk om iets te doen omdat je hebt niet doorgevoerd zit. Ja. Ja. Goed, een mooie invalshoek. Ja, er zijn ook een hoop mensen die niet eens willen weten. En die willen ook doen wat de buurman doet. Ja. I don't know the Dutch word, but in German it's gier. G-
Gier. Heeft iemand een idee wat dat zou zijn? Gierig. 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 Greedy. Selfish. Greedy. Greedy. Selfish. Egoïstisch. Ja, more and more. Nou ja, dat is ook wel een beetje. Money, more. Ja. Grenzeloos, zeg maar. Sorry. Ja, ik denk dat het niet slecht bedoeld is van iedereen, maar dat het gewoon op zoek heeft, zeg maar geluk of voldoening of wat dan ook. En dat je denkt dat door ook soms wie daar gelukkig mee te maken, terwijl het net, ja, niet is en dat die stopt. Ja. En dat je net met geven wellicht meer voldoening en, ja, krijgt. Dankjewel. Ja. Oh ja. Ja, nou, ik had ook nog iets. Als je kijkt naar met computers en met iPhones of Samsungs, iedereen wil het nieuwste van het nieuwste hebben, en ook met de laptop. Ja. Op een gegeven moment is en de hardware wordt zodanig gemaakt dat je weer de volgende keer weer een nieuwe moet kopen. Ja. Als dat nou gewoon meer, dus je meer naar hergebruik toe gaat van computers, zou dat een stuk schelen. Dankjewel. Zingeving misschien nog? Wauw, ja, fijn. Maar goed, dat is een mooi opstapje. Want ik denk dat het te maken heeft met een onderliggend gevoel van tekort. Dus dat we het gevoel hebben dat... dankjewel, Wendy. nou, ik herken het bij mezelf. Als ik moe ben, bijvoorbeeld, of als ik me onder druk gezet voel, dan wil ik dat niet voelen. Dan wil ik anderen... Dan wil ik iets leuks doen, dan wil ik iets lekkers eten. En terwijl ik eigenlijk, ja, nou, ik voel dan een tekort. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt, dat er zit een tekort onder. En we zien het niet, maar we willen het ook niet altijd zien. En om door het te zien, het is ook niet makkelijk om het te zien. Ik bedoel, hoe kun je functioneren als je elke minuut nadenkt over die wereldproblemen? Ja, misschien niet alleen over wereldproblemen, maar over het gevoel tekort te schieten. Dan kan het ook al aanzwengelen. Ja, dat is ook. Ja, klopt. Je hoeft niet eens de wereldproblemen in ogenschouw te nemen. Ook gewoon het gevoel dat je gewoon tekort hebt. Een klein voorbeeld bijvoorbeeld. Ik liep bij het voorbereiden van deze presentatie vorige week. Het was een latertje geworden. Ik was moe. En... ik liep meerdere keren naar de kast toe, want ik was even bezig. En ik liep naar de kast toe en ik pakte chocola. Wel, ik weet ook op basis van, ook de presentatie, maar ook op basis van de dingen die ik lees, dat de chocola ook een heftige impact heeft op water. Dus een 100 gram chocola is 1000 liter water wat verbruikt wordt ergens. Dus dan denk ik, oké, ik weet het, maar ik heb het nu nodig, want ik voel het tekort. Ja, de mensen die echt in tekorten en armoede leven... Die hebben volkomen legitiem behoeftes en kunnen die tekorten moeten ook aanvullen. En het blijkt ook zo te zijn dat als je kijkt naar de voetafdruk van die mensen, dat die vele malen kleiner zijn dan van de rijke mensen die overal heen vliegen, zwembaden, ja, en noem maar op. Dus je kunt ze ook niet kwalen. Het is ook helemaal niet erg om je tekort aan te vullen. Ja. Dat is juist goed om voor jezelf te zorgen. Ja. Het wordt pas erg als je het gat wil vullen wat je eigenlijk emotioneel hebt. En dat je daar altijd meer. En hoe meer je hebt, wil je ook steeds meer. Dat is gewoon wetmatigheid. Ja. En om daar ook, als je bewust wordt van wat jij net zegt, impact op een chocolaatje. Als je eenmaal weet, dan kun je er ook veel beter je tegen verzetten. Ja. Dus het gaat ook vooral om bewustwording van al deze dingen. Ja, dat geldt ook voor mij. Ik haak nog even in op de kapitalistische samenleving. Blij dat je dat al even noemde. Het is eigenlijk, er wordt in onze economie, in onze samenleving die kapitalistisch ingericht, wordt ook veel verteld dat we niet goed genoeg zijn. Koop dit, hè, er wordt reclame gemaakt, je bent... Maar dat is de grondslag van kapitalisme. Je kan niet je kan niet steeds meer geld verdienen als mensen denken, oh ja, het is eigenlijk wel goed zo. Ja. Dan verkoop je niks, ja, namelijk. Ja, ligt aan wat je wil verkopen natuurlijk. Als er een legitieme behoefte is en je wilt erop inspelen, dan kan dat natuurlijk. Maar je kunt niet op het meer inspelen. Nee. Dat klopt. Maar ook dat de lat eigenlijk om te bereiken te hoog is, ja, of wat überhaupt realistisch is. Dat is het Nederlandse cijfersysteem. Je hebt tot een 10, maar het is onmogelijk om dat te halen. Dus eigenlijk elke keer streef je er maar naar, terwijl het eigenlijk niet te bereiken is. Wauw.
Ja, dankjewel. Nou, ik heb nog een paar voorbeelden. Als je niet succesvol bent, dan, dan heb je dat aan jezelf te wijten. Jezelf onderscheiden ten opzichte van de ander. Dus om te concurreren. Dus je wil jezelf laten zien, dat zien we ook op social media veel. En als jij dat dan weer ziet bij de ander, dan creëert dat ook zo'n opbieden tegen elkaar. Laat me gewoon mezelf zijn. Maar dat is toch ook heel menselijk. Dat is zeker, dat bewijs ik. Ik denk dat het ook in de binnenlanden van nieuw geleden voorkomt. Of dat, ik zou hetzelfde. Dat geloof ik wel, ja. Ja. Hoe los je dat dan op dan? Maar dat denk ik misschien dat de mensen misschien dat er een ander streven is. Een streven naar tevredenheid in plaats van een streven naar materialistisch hebben. Er staan vrouwen kapot. In elkaar. Dat is een nieuw geleden, een groot probleem. Ja, maar ik denk wel dat het menselijk is inderdaad. Dus ik bedoel, ieder mens kent het ook wel. Dat je denk ik een tekort voelt en meer wilt. Het is niet, ik bedoel, ik vermoed dat onder in iedereen wel zit, min of meer. Je wilt meer nemen en je hebt minder te geven. Maar hoe komen we er vanaf? Wat is de oplossing? Ja, bel ons. Nou, daar komt het. Nou, ik ben er voor mezelf best wel mee bezig geweest, ook die wereldproblemen die op mij drukten, waarvan ik ook het gevoel had, ik wil ze verbeteren, ik wil ze helpen, maar het schiet niet op, ik schiet tekort daarin eigenlijk. En toen kwam eigenlijk voor mij ook een soort van, eureka moment, dat is, je bent goed zoals je bent. En als ik gewoon ook hier al naar kijk, moet je kijken wat voor wonderlijke wezens we zijn. We kunnen hierover praten. We kunnen bewegen. Als we ons verwonderen over wie we zijn en als we tevreden zijn met wie we zijn, dan verdwijnt plotseling ook dat tekort wat in ons leeft. Waarom zou ik zo... je hebt een keer een mooie talk gegeven in Zwolle, weet ik nog. Waarom zou ik dat ook zo mooi moeten kunnen doen? Waarom zou ik jaloers op jou zijn? Ik ben goed zoals ik ben. En dat gaf mij zoveel rust, die houding voor mij. En ik denk dat voor iedereen... min of meer zou kunnen zijn, welke route je dan ook wil nemen. Voor mij is dit zo simpel, maar het geeft je de ruimte om te geven. En dat kan, je kunt het, dit kan via geloof, via boeddhisme. Ik heb zelf een instap via, ik heb een christelijke achtergrond, maar ik heb het ook via het boeddhisme heb ik dit verkend. En daar wordt dit ook, dat gaf mij dit ook. En het tweede gevoel is, we zijn samen. Dus waarom wil je jezelf onderscheiden, maar als je denkt, ik ben goed genoeg zoals ik ben. Als we samen zijn, dan, als je dat gevoel hebt, dan kunnen we ook samen zijn. Dan hoef ik niet mezelf te onderscheiden zoals van anderen. Dan hoef ik niet te concurreren. Jouw geluk is mijn geluk. En dat is zo'n gedachtenwisseling. Het heeft ook ervoor gezorgd dat ik hier nu kan staan om dit te vertellen. Want ik had constant het idee van... Oh, ik weet niet of jullie dat wel willen horen wat ik te zeggen heb. Maar ik heb wat te zeggen en ik mag het zeggen en jullie mogen luisteren. En jullie zijn ook mensen, ik ben ook gewoon een mens. Ja, nou, ik vind WordCamp daar ook wel een mooi voorbeeld voor. Want ik denk dat het hier heel erg gestimuleerd wordt. Die openheid en die inclusiviteit. Als ik nog een voorbeeldje herinner, ik was in WordCamp Europe, dat was in Parijs. Ik weet niet hoe lang geleden dat alweer was. En er was een jonge ondernemer kwam binnen. Dat was, ik weet niet precies hoe ik dat wist. Maar ik hoorde van hem dat hij meerdere werknemers onder zich had. En ik kreeg echt een gevoel van, wow, zo ver ben ik niet. En wat heb ik nou bereikt? En toen kwam ook een soort van omslag van, wow, maar waarom zou ik het hem misgunnen? Wat doet het met mij dat hij succesvol zou zijn? Ik weet helemaal niet of hij gelukkig is überhaupt, maar ik meet er even een stukje succes aan hem. En daarmee meet ik mezelf ook af. Maar als ik hem gun, dat geluk, en als ik de ander dat gun, dan gun ik het mezelf ook. En ja, die wereldproblemen, als ik daar ook weer even terug ga. Vanuit, juist nu hebben we dat gevoel van tekort is heel magisch verdwenen. En we leven hier nu in een zaal met volledige volwaardigheid en verbondenheid. En dan heb je ruimte om te kunnen geven wat je kunt missen. Je kunt minderen wat niet nodig is. Er werd net al even genoemd van mensen hebben in andere gebieden waar ze misschien meer in armoede leven.
hebben legitieme behoeftes, wat dan ook legitiem hierin mag zijn. Maar als je het gevoel hebt van ik heb genoeg, dan kun je minderen. En ja, je talenten en vreugde delen. Als je het gevoel dat je goed genoeg bent, als je denkt van yes, ik doe het toe. Dan is het leuk om je talenten en je vreugde te delen. En dat geef je ook door. En het hoeft ook niet groot. We hoeven ook niet in één keer de wereldproblemen op te lossen. Dat gaat ook niet gebeuren. Dus, maar juist, ik denk dat juist die grondhouding zorgt ervoor dat we stap voor stap aan een mooiere wereld kunnen werken. En als ik dit koppel aan WordPress bijvoorbeeld. Ja, ik vind aan WordPress vind ik de open source waarde prachtig. Dus de openheid, het delen, het samenwerken. En ja, ik denk dat WordPress ook nog eens een keer heel erg versterkt van wees wie je bent en doe vanuit daaruit doe je ding. Je kunt leren, je kunt je talenten bijdragen op allerlei manieren aan de software. Maar ook dus aan de gemeenschap. Door meetups te organiseren bijvoorbeeld. Of door gewoon het gesprek aan te gaan. Mensen te zien voor wie ze zijn. Aan de software kun je coderen, als je dat leuk vindt om te doen. Als je het niet leuk vindt om te coderen, stop dan alsjeblieft mee en ga iets doen wat je leuk vindt. En dan kun je bijvoorbeeld design gaan doen als je dat leuk vindt. Marketing, documentatie, vertalen. Er zijn van allerlei rollen eigenlijk die je kunt hebben om bij te dragen aan WordPress. Ik vind de missie vind ik ook prachtig aan WordPress. Is dus mensen de ruimte geven om hun stem te hebben op het internet. We zien ook in de WordPress-wereld dat er wel een soort van spanningsveld is, denk ik, tussen het commerciële en het individuele, het vrijwillige. Ik denk dat het voor het WordPress-ecosysteem belangrijk is dat het in balans blijft. En 5 for the Future-programma, dat is ook in het werk gesteld. Je zou het kunnen kijken, geef 5% van je tijd inzet of omzet terug aan WordPress. En op die manier kunnen we het ecosysteem gezond houden. Ja, en WordPress in relatie tot de wereldproblemen. Nou, we hebben gisteren al een aantal talks gehad van Joost, van Theo, van Jerome. Die heb ik helaas niet gezien. Websites duurzamer maken. Nou, dat kan technisch. We kunnen onze websites technisch verbeteren, zodat ze minder data verbruiken, zodat ze efficiënter zijn en minder energie verbruiken. Gebruiksvriendelijker, dat mensen makkelijker een weg kunnen vinden. Maar we kunnen ook denken aan de apparatuur eigenlijk die gebruikt wordt. Dus de datacentra, de service, maar ook die laptop die ik gebruik. Heb ik een nieuwe nodig? Je noemt het al, heb je elke keer een nieuw apparaat nodig? En een apparaat heeft best wel veel impact als je daar een nieuwe voor aanschaft. En als je een nieuwe aanschaft, denk aan recyclen bijvoorbeeld. Wat ik zelf met mijn onderneming WebLocal heb gedaan, is ook richt je op organisaties die zich ook met duurzaamheid bezighouden. Want dat zijn mijn waarden. En daardoor heb ik een veel betere klik met de organisaties met wie ik werk. En dan kunnen we samen aan de gang gaan. En het gesprek aangaan in de gemeenschap. En ik ben heel dankbaar dat WordCamp heel veel ruimte biedt tijdens deze conferentie om duurzaamheid en goed omgaan met elkaar, goed omgaan met de wereld, om dat een podium te geven. Zodat we het gesprek aan kunnen gaan. En niet elk gesprek zal direct impact hebben. Maar wie weet is het een zaadje wat zich ontpopt over een jaar. En daar heb ik vertrouwen in. En daarmee wil ik jullie bedanken voor jullie aandacht.